kijkt deze glutenvideo. Bam! FIFA 22. Ja. Het is zover. De eerste rewards gaan wij claimen. En ik hoop even dat er wat lekkere spelers in zitten. Dat ik wat lekkere spelers krijg. Want. Ja, ik hoop de eer. Ik dacht eerst. Ik ga Among Us doen. Bij Among Us. Alleen ja, ik zie dus nu dat er rewards zijn. Want dus, ik vind het een beetje vaag. Hoe het, ja, dat is wel. Je hebt seizoen 1. En je hebt zoveel uur. Eerder had je gewoon zoveel dagen. Terwijl, zoveel dagen voor ja, die games te doen. En dan had je ja, de volgende. Maar nu heb je dat gewoon helemaal anders. Dus daarom ook een beetje vaag. Samen had ik eerst met ja, Sibel afgesproken voor Among Us. Maar dat komt anders wel op een woensdag of een zondag. Ik denk een zondag, want normaal is volgens mij altijd de zondagen dan een beetje verschillende content plaats. Want ja, ik geef jullie denk ik één dag rust. Ook gewoon leuk. Ik wil graag streamen doen. Daarom doe ik om en om, de dag ik een video. Behalve op maandag dan. Maar voor de rest doe ik dus om de dag een video. Maar we gaan gewoon even genoeg babbel. We gaan gewoon naar de rewards. En dan gaan we kijken wat we gaan krijgen eruit. Dus. Even zitten. We gaan ze even claimen. Oh ja, ik ben trouwens divisie 9. Dus. Ja, een divisie lager. Of hoger, of hoe je het ook noemt. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar. Ik heb eigenlijk. Misschien. Ben ik gisteren live geweest. Of. Ja, sowieso ga ik. Ja. Op vrijdagavond de FIFA doen. Maar ik moet even kijken wie dat er dan ook wel zo kan. Maar ik ga ze nu echt claimen. Alleen dat is wel even een ander probleem volgens mij. En dat heeft. Nu ik het hier zie. Volgens mij. En volgens mij bedoelen ze dit mee. Dit. Oké jongens. Dit is zo dom gedaan. Wie heeft dit bedacht? Waarom heeft FIFA dit bedacht? Want ik kan volgens mij nu nog maar een paar potjes spelen. En dan moet ik wachten tot seizoen 1 voorbij is. En dan pas kan ik weer. Dan pas kan ik Weekend League gaan doen. Dus ja, ik vind het gewoon echt best wel dom bedacht, jongens. Echt. Eerder had je gewoon. Steeds gewoon dat je gewoon opnieuw kon levelen. Gewoon. Dat is veel beter. Maar ik denk dat ze het gaan een beetje doen. Even. Omdat zodat er minder rage quitters tegenkomt. Zodat je echt je potjes afspeelt. Zodat je punten krijgt. Ik denk een beetje die ding denk ik. Die reden is het denk dat. Ja. Dat het gewoon is. Ja dat je gewoon. Minder gaat rage quitten als je 2 naar 8 staat of zo. Dus daarom doen ze het denk ik. Maar ja. Ja, verbeter me als ik verkeerd zeg. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het misschien zo handiger is. Maar ja, ik vind het zelf gewoon een domme reden. Ik vind het zelf gewoon zo dom hoe dat ze het hebben bedacht. Je kan in één seizoen zoveel potjes spelen en dan moet je gewoon wachten tot het voorbij is. Zo dom! Dat wilde ik gewoon heel even gezegd hebben. Maar we gaan dus de rewards claimen. En wat. Ja, we gaan gewoon de eerste openmaken. En wat zal de eerste gaan worden? Oké. Frankrijk. Spits. Oké, dit is wel nice. Tenzij. Ja, hij heeft nog wel goede rating. Maar. Ja, ik denk dat ik wel mijn team wil hebben. Ja, ik ga hem wel goed gebruiken, Ben Yedder. Dat is wel nice. Dus. En voor de rest. Oh. De. Ja, Hazard. Maar die wat bij Borussia Dortmund speelt. Ja. Ook lekkere zilveren spelers waar ik geen hele reet meer kan. Verder is mijn dingen. Maar in ieder geval. Ja, ook wel wat spelers voor uit in te zetten. Die kan ik wel gebruiken voor een SPC.
Doe ook daar heel even gaan kijken. Dan gaan we naar de volgende, denk ik. En dan is België. Leicester City. Oh, Tielemans. Zal die goed zijn? Ik kan denk ik wel in plaats van een andere speler doen. Misschien kan ik wel in plaats van Chamberlain doen. Die moet ik even weg. Ja, ik ga gewoon die zilverpunten goed weggooien. Ook daar weg. En dan heb ik ook nog Alex Greenwood, volgens mij. Nee. Hoe heet hij nou met zijn vorm? Nee, Mason Greenwood, what the fuck. Die vond hij ook wel goed, maar. Ja, alleen zijn snelheid bij Tielemans is wat minder. Voor de rest, denk dat hij wel beter is. Dan moet ik heel even gaan kijken, dus. En ik ga het heel even checken bij mijn team. Dan weet ik even niet. Ja. De kaart. Waarom krijg ik dan? Ik heb heel even. Wat is dat nou? Hier. Volgens mij. Ja, dat is toch wel hoger. Van, ik denk dat hij hem toch beter is. Maar dan kan ik hem gewoon op de bank of zo zetten. Want. Oké. Okay. Die. Dan hem, ja. Dan kan ik misschien beter hem op de bank zetten. Dan heb ik ook even weg en dan zit ik daarvoor. Waarom heb ik daarin? Dan zit ik daarvoor van. Ja, ben jij daar? Ik heb ook nog Pulisic. Dus ja, die kan ik ook nog wel gebruiken. Ja, maar dit is eigenlijk voor mijn teampje. Tot nu toe. Alleen ik vind het wel echt nog steeds best wel dom hoe gemaakt. Hoe, ja, hoe verzin je zoiets? Waarom ga je dat zo doen met de seizoenen? Misschien kan ik even een upgrade doen, ja. Een goud upgrade. Oké, ja. Ik ben net vergeten tweede te starten. Maar we gaan hem dus openmaken. We hebben dus net even een gold upgrade gedaan. Dus we hebben nu twee zeldzame gouden spelers. En we gaan dus nu even kijken welke dat zijn. Oké. Hey, Colombia, Goalkeep. Oké. Okay. Ospina. Ja, ik kan hem niet gebruiken. En ik kan hem misschien wel in de dingen stoppen. Allebei kan ik ze niet gebruiken. Waarom staan deze in nog? Jullie mogen wel lang op de transfermarkt. Te verkoop. Want ja, ik weet, ja, die hoef ik niet. Die gebruik ik gewoon niet. Dus ja. Dus dat is het eigenlijk. En het eigenlijk pas een trouwens 27 dagen, hè jongens. Echt.
Oké, dit is zo niet leuk. Echt, laat gewoon weten wat jullie denken. Waarom hebben ze dat zo veranderd? Want ik vind het zo stom. Maar in ieder geval, ik ga dus hier die video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En dat jullie ja, het goede reward vonden. En ja, wat jullie gewoon van het hele systeem nu vinden, van het hele nieuwe systeem, laat het zeker weten in de reactie. Maar het is zeker even een blauw duimpje hoog. Als jullie FIFA leuk vinden en ja, gewoon deze video leuk vinden als ik de reward laat zien. En vergeet daarna ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarna op dat belletje klikken om naast te abonneren, zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd, adios.